Hallo lieve vissen, welkom bij jullie maandreding van mei 2024. Maar mocht je deze video op een heel ander moment zien, weet dan dat het alsnog tijdloze berichten zijn en dat er altijd ergens nog een boodschap in deze video voor jou verscholen zit. Um, neem alleen het stukje wat van toepassing is voor je en laat de rest lekker los. Zoals je ziet liggen er al kaarten op tafel. Deze heb ik uh, gepreshuffeld um, tijdens de voormeditatie. En deze neem ik dus direct mee tijdens de, euh, tijdens de reading. Maar we gaan gewoon lekker beginnen. We hebben kaart 40, de zesde chakra, Aartsengel Metatron. Dat is de voor, heet het de derde oog, voorhoofdchakra. Dus er zijn heel veel um, facetten op dit moment actief onder de mensheid, waardoor hun intuïtie inzichten, boodschappen steeds helderder door gaan komen. En dat is dus wat er bij jullie ook speelt vissen. Jullie zijn natuurlijk een waterteken, het gevoeligste teken eigenlijk van de dierenriem, maar daardoor ook wel het meeste gegroeid eigenlijk al in het hele proces. Ik kan het denk ik zo wel noemen. Jullie zijn wat stapjes voor op heel veel anderen. En je zult merken dat dit nu ook in het dagelijks leven veel meer zichtbaar gaat zijn. We krijgen daarbij Protection Guardian, drop your shield. Dus laat je schild vallen. Mm, nu voelt het voor mij dat dit komt dat jij dit misschien nog doet, omdat door die hoge gevoeligheid en intuïtiviteit en boodschappen wat je doorkrijgt, je soms als een spons fugeert. En dan doel ik meer op dat je je eigen niet goed af hebt beschermd in de juiste manier. En waardoor je een bepaalde schild om je heen zet, waardoor er niks meer doorheen kan komen aan ja, boodschappen, gevoelens, emoties. En het is nu aan jou dat je een bepaald schild om je heen zet in een zuivere vorm, in de zin van. Dat alle positieve er gewoon doorheen kan komen. Maar het negatieve uit die bubbel blijft. Dus zie het als een bellenblaasbubbel waar je in zit. En dat er hele kleine gaatjes in zitten voor de positieve dingen die er gewoon doorheen kunnen. Maar de negatieve wat groffer en groter is. Die passen niet door die gaatjes heen. Dus die worden automatisch afgeketst. En dat is dus hoe jij het beter kunt gaan integreren in jouw zijn. Hele mooie... Openbaring wat er gaat komen. Je hebt zo ontzettend veel schoonheid om jou heen. En zoveel mooie processen waar jij doorheen bent gelopen. Alleen ik voel wel dat er een soort ja, persoonlijke uh, zelfinzicht nog niet helemaal lekker in balans is. Hoe de mensen om jou heen jou zien, zo zie jij jezelf misschien niet. En dat komt misschien omdat jij heel anders tegen jezelf aankijkt of dat dat dingen voor jou nog meer normaal aanvoelen als dat een ander dat vindt. Maar je bent uniek. Iedereen is uniek, maar jullie vissen, jullie hebben echt een heel mooi stukje uniekheid nog eens extra bij je. En dit ga je ook meer uitstralen. We hebben de High Priest Intent and Create. Dus je mag steeds meer gaan creëren. En we hebben hier nog eens vergevenis. Uh, Al is een situatie nog zo pijnlijk, door vergeving geef jij je hart de ruimte weer te gaan stralen. Hmm. Wie van jullie die nu aan het kijken is, heeft een bepaalde situatie meegemaakt in het leven waarbij jij. Emotioneel, eigenlijk, geschaad bent door negatieve woorden van een ander over jouw uiterlijk, over jouw emoties, regulatie, um, over jouw kwaliteiten. Dat zijn mensen geweest die erg jaloers op jou waren. En al heeft dat een, voor een pijnlijke situatie um, gezorgd. Je kunt dit nu afronden met succes om een nieuwe start te gaan maken. En dan in, het, in de vorm van uh, die mensen ook vergeven, ondanks heel veel pijn en verdriet. Uh, die mensen die hebben hun eigen pad aan het uh, ja, door te lopen. En het enige wat jij kunt doen is die negativiteit wat jij dus bij je draagt, wat een ander in jou geplant heeft... Los te koppelen, want dat hoeft niet bij jou te zijn. Dat is niet van jou. Daar hoef je niks mee te doen. Dat is klaar. Volgens mij kwam het zo binnen. In de center komt toch weer die aas van de munten. Dus het is een teken dat je ja, echt op de goede pad bent. Alleen gaat er nog even een schaduwstukje komen. En dat schaduwstukje hoeft niet intens te zijn, maar je wordt getest. En die testen kunnen niet altijd even prettig zijn. Um, die kunnen best wel zoiets zijn van, pff, moet ik daar alweer doorheen? Maar lieve ziel, we krijgen de paasje van staven onderkant dek. Dus jij gaat met een bepaald enthousiasme dit wel weer doorpakken. Want je gaat succes krijgen. Je gaat naar die vernieuwing toe. En als we dan gaan kijken, we zien ook de negen van zwaarden. Dit voelt voor mij als een oude situatie. Oude last wat boven je hing, kun je nu dus ontkoppelen. En dit ga je dus ook inzien en dit ga je doorlopen. En dat kan al te maken hebben met die bubbel die je om je heen hebt of dat schild. Dat daardoor niet alles meer, of eigenlijk misschien niks meer naar je toe kan komen, maar wel de juiste dingen mogen naar je toe komen. En al het andere blijft bij je vandaan. Want die negen van zwaarden voelt voor mij in dit aspect. Kijk, die vogels die vliegen erboven, hè. Maar hier zitten ze niet, hè. Hier ben je vrij. Dus als jij op gaat staan en je loopt weg, wie zegt dat ze dan bij je blijven? Het kan ook zijn dat je ervoor wegloopt. In de positieve zin, hè. Dat je niet in je hoofd gaat zitten, niet die negatieve uh, elementen meer met, met je mee gaat nemen. Als het bijvoorbeeld over een bepaald uiterlijk aspect is, of uh, iemand jouw talent uh, niet kan waarderen en uit tijd dit ook naar jou projecteert. Laat het los. Dit is niet van jou. Dit is hun energie. Hun mogen er iets mee doen. Dit hoef jij niet voor hun op te pakken. En wil je dit toch doen, ja, dan is het natuurlijk aan jouw eigen uh, persoonlijke ontwikkeling of uh, pad of dat je dit wil doen, ja of nee. Maar het universum die zet er wel een stokje voor, oké, okay, dit hoef je niet meer te doen. Um, we schudden uh, het karmische stuk bij de ander ook al even los. Jij kunt je balans daarin gaan behouden. Jij krijgt nieuwe handreikingen om nieuwe zaadjes te planten en dus ook echt verder te gaan op jouw pad. Nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe ambities ga jij leren ontdekken. En dan zul je ook merken dat jij steeds meer naar de buitengrond gaat treden. Of ja, eigenlijk buiten jezelf. Um, het voelt voor mij dat jullie een beetje ook zo'n zo huismus-effect hebben gehad de afgelopen periode. Uh, dat je veel op jezelf bent, meer ook um, voor anderen aan het zorgen. Dat je anderen altijd maar blijft helpen. En uh, dat je nu de focus op jezelf gaat leggen. En dat voelt af en toe wel als een beetje. Weerstand, maar dat kan ook zijn omdat anderen weer een projectie naar jou toe gaan doen. Van ja, maar normaal doe je altijd zo. Ja, maar normaal dans ik misschien altijd wel naar de pijpen van een ander om het, maar het goed, uh, goed uh, te doen voor een ander. Maar waar brengt het jou, lieve kijker? Wat brengt het jou? Ga je eigen passie weer ontdekken? Ga de wereld weer instappen waar jij weer kunt creëren, maar dan in jouw eigen vorm, jouw eigen moment en manier. En dit kun jij dus intuïtief al heel veel in boodschappen door gaan krijgen. Maar dat zal ook voor iedereen anders zijn. Oh kijk, we krijgen de negen van munten erbij. Je bent heel goed in wat je doet. En dit ga je ook steeds meer inzien dat het bepaalde elementen wat je doet gewoon heel erg uniek is. En dat het niet voor iedereen weg is gelegd. Maar toch ben je aan het wachten. Waar ben je op aan het wachten? Oké. Okay. Ik leg deze even zo neer. Oké. Okay. Ik voel gelijk druk en spanning en onzekerheid. Um, voor sommigen kan het zijn dat je als single aan het kijken bent. en eigenlijk al heel erg steady in het leven staat. En dat je zoiets hebt van: oké, okay, ik wil eigenlijk weer connecten met iemand. Maar dat je op een verbinding aan het wachten bent. ...die niet voor jou bestemd is. Ben je niet als single aan het kijken... ...dan kan het met een iets heel ander aspect te maken hebben. Vooral omdat er ook munten liggen... ...kan het dus op zakelijk vlak ook zeker zijn. Het stukje financiën, stabiliteit, je woonruimte, noem maar op. Maar we krijgen de drie van bekers. In combinatie met de vijf van staven... ...voelt het voor mij dat er ergens iemand... Oh, mijn camera zakt weg. Even kijken of ik het zo... ...excuses... Um, er is iets te veel en er is een conflict situatie in. Er, gaat, er, er ligt iemand dwars en dan is het aan jou, laat je die persoon jou dwars liggen, ja of nee? Of kun je dit ontkoppelen? We gaan eens even kijken wat er bij komt. Het is wel de ballen hoog proberen te houden, want je probeert eigenlijk en ja, jouw vissen energie... Uh, probeer je het voor iedereen goed te doen, zodat het gunstig is voor iedereen. Zodat jij uh, je fijn voelt en dat een ander zichzelf fijn voelt. Maar het is niet erg om jezelf op nummer 1 te zetten. En dat mag jij in gaan zien, lieve vissen. Want dat is iets wat vaak vergeten wordt, waarin bepaalde keuzes dus niet in de juiste perspectief doorgevoerd worden. En als je dit wel in gaat zien, dan kun je dus ook in jouw emotionele vooruitgang stappen gaan zetten. Maar dit kan ook zijn dat als jij als single aan het kijken bent dat er dan pas iemand kan gaan komen op romantisch vlak. Dus het is ja meerdere kanten gaat deze reading uit. Hè? Dus pas en meet het dan even in je eigen tijdlijntje, maar ga iets ja, niet helemaal Passend maken zoals het voor jou misschien beter voelt of wat dan ook. Iedereen heeft zijn eigen tijdlijn, iedereen bewandelt uh, in een andere snelheid. We krijgen de Hermit erbij. Oké. Okay. Voor mij voelt dit dat um, heel veel lieve vissen die op dit moment aan het kijken zijn, voelen dat er een verandering plaats gaat vinden op emotioneel vlak. En die emoties is lastig soms om te. Uit te filteren. Maar je gaat boodschappen doorkrijgen. Uh, probeer je hart ook open te zetten. Om te leren ontvangen weer. Zodat je dus ook de buitenwereld weer in kunt gaan stappen. Uh, wat ik al zei. Het kan zijn dat mensen projecties naar jou toe doen. Omdat ze jaloers zijn op jou. Daar ga je dan weer uh, mee zitten. Want het kan zijn als jij... Fijn in je vel zit. En je maakt stappen vooruit. Dat een ander weer iets naar jou projecteert. Waardoor jij weer een schuldgevoel gaat krijgen. Of... Dat je weer zoiets zegt van ja, maar dat, zo was het niet de bedoeling. Um, dat een ander weer negatieve elementen naar je toe stuurt. Wat ik al zei, visualiseer dan die bubbel om je heen, waarbij negatieve elementen niet uh, door die bubbel heen kunnen prikken, maar wel de positieve aspecten. En dan zul je ook merken dat je bepaalde Handelingen makkelijker door kunt voeren, knopen door kunt hakken. En zodat je ook weer in bepaalde stappen vooruit kunt gaan. Ik pak even bij deze twee nog kaarten erbij. Want we krijgen de redder van Bekers met de Hermit. Oké, okay, Vier van Staven. De Keizer. Een paar van Zwaarden. Met de. Oké, okay, leg ik hem even. Zit het zo voor jullie nog in beeld? Volgens mij niet, hè? Oké, okay, deze komt er dwars uit. Zo, die leg ik even hier neer. Dat is de acht van munten samen met de paasje van zwaarden. Ik krijg bij de ridder van bekers krijg ik de, ridder... Of, uh, de vier van staven. Ik krijg de keizer erbij en de... deze twee kaarten. Onderkant dek krijgen we het rad van fortuin. Dus wat hier eigenlijk al ligt, hè? dat jij ruimte gaat krijgen om nieuwe successen te creëren. Te ontkoppelen en je eigen voort te zetten in de vorm wat voor jou bestemd is op jouw zielspad. Uh, dit kan ervoor zorgen dat jij uh, nieuwe stabiliteit neer gaat zetten. Uh, voor sommigen kan het zijn dat er iets. Vorm gaat geven. Misschien binnen jouw huidige relatie. Dat er een nieuwe hiërarchie een beetje vorm gaat geven. In de zin van dat je ook je eigen stukjes uh, wil creëren. En dat jij uh, voelt van oké, okay, ik mag nu ook leven vieren zoals ik het graag zou willen vieren. Wel natuurlijk in, een, in de positieve zin. Waarbij je dus ook nieuwe kansen en mogelijkheden gaat krijgen. En die mannelijke energie, die leiderschap die hier nu ligt. Jij gaat de leiding over je eigen leven nemen. En dat doe je om aan jezelf te blijven werken. Maar ook aan de negatieve testen die jij weer op je pad gaat krijgen. Hier maak je dan ook snel korte metten mee. En dan ga je dan ook niet meer dat tegenin. Maar je ja, omarmt het en je laat het vervolgens los. Eigenlijk wat deze kaart hier ook duidelijk aangeeft. Hè? Dus vooruitgang in de positieve zin ligt zeker in. In, in het ja, vooruitzicht. Nu is het natuurlijk dat iedereen in een andere pas loopt als um, ja, individu. En dit kan dus een aspect zijn wat misschien nu in mei gaat starten. En dan de komende maanden in zicht gaat komen. Maar het kan ook zijn dat jij al ergens hier zit. Hè? Dat jij al dit allemaal doorlopen hebt. En dat bedoel ik ook altijd weer te geven. Het blijven collectieve readingen. Uh, voor sommigen kan het zijn als bevestiging. Voor sommigen kan het zijn als een soort voorspelling. Uh, voor anderen zitten er op dit moment middenin. En is het ook weer uh, een soort herkenning van: oké, okay, ik ben op het juiste pad. En dat is dus wat er de komende periode nog duidelijker in zicht gaat komen. Dat jij. Nieuwe mogelijkheden gaat krijgen. Dan is het aan jou. Hoe ga ik hierin blijven staan? Hoe ga ik handelen? En hoe kan ik dit vormgeven? Hoe kan ik het negatieve buiten sluiten wat niet voor mij bestemd is? Hoe kan ik het ontkoppelen uit mijn systeem? Uh, in het centrum ligt toch duidelijk een succes in combinatie met het rad van Vertuin tuin geeft voor mij echt weer van oké, okay, je gaat iets nieuws creëren wat veel beter is dan waar je op dit moment zit. Dus je gaat sprongen vooruit maken en vanuit daar kun je dus ja, het nieuwe pad in een andere jasje ook voort gaan zetten. Ik pak er nog een affirmatiekaartje bij. En dat is dit keer: loslaten is een teken van kracht, moed en liefde. En dat staat eigenlijk gekoppeld aan die kaart. Dan maak je weer ruimte in je hart. Dan kun je weer meer ontvangen. Maar ook de ruimte nemen voor jezelf. Ik ben het waard om te ontvangen. Ik ben het waard om los te laten. En het hoogst haalbare te gaan voortzetten wat voor mij bestemd is. Dat is ook een teken van kracht. Het stukje kracht dat je voor jezelf kiest, dat je je eigen ruimte in gaat nemen. En het pad gaat volgen wat voor jou bestemd is. En dit is dus een hele mooie toevoeging qua affirmatiekaartje voor jullie lieve vissen. Dit is voor jullie vandaag de mei-reading 2024. Laat vooral een berichtje achter als dit jouw reading is. Um, like de video, deel de video als je denkt van nou deze persoon, um, daar kan het ook mee resoneren. En dan um, mocht het zo zijn dat je nog bij je andere uh, tekens zou willen kijken vanuit je geboortehoroscoop. Dan zie ik je graag bij een andere video terug van de sterrenbeelden. En anders heel graag tot de volgende keer. Doei doei!